hallo. Wat is er aan de hand? Hallo. Ja, ik ben een beetje verdrietig. Normaal gesproken ben ik altijd al bezig om de Brink te versieren en schoon te maken, omdat we dan het feest van Sinterklaas bijna gaan vieren. Maar nu, dit jaar, is alles anders. We kunnen geen groot feest vieren, want vanwege de coronamaatregelen mogen we dat niet. En nou ben ik eigenlijk ook bang dat Sinterklaas niet eens zal komen. Sinterklaas! Hij belt me. Sinterklaas. Hallo, Sinterklaas. Hallo, goedemorgen. Dag, Sinterklaas. Wat fijn dat u me belt. Oh, ik vind het heel fijn om van u te horen. Bent u al bijna in Nederland? Nou ja, het schiet wel lekker op. Ik denk, maar ik moet maar eens even een keertje bellen. En komt u ook naar Den Ham? Ja, we komen zeker naar Den Ham. Gelukkig. Alleen, het feest op de Brink kan dit jaar niet doorgaan. Nee, dat dacht ik al. Maar zeker komen we in Den Ham. Alleen, er is een probleem. Oh, een probleem? De Pietje Puk, de pakjespiet, heeft alle cadeautjes en pakjes voor de kinderen uit Den Ham al ergens bezorgd. Oh, dus Pietje Puk is hier al in Den Ham? En heeft hij de pakjes bezorgd? Ja, en dan kunnen die pakjes dan later gebracht worden op 5 december. Op pakjesavond. Dat snap ik, ja. Maar wij weten niet waar ze liggen. En die Pietje Puk heeft aanwijzingen verstopt in het dorp. Oh, dus we kunnen gaan zoeken naar de pakjes? Ja, de kinderen kunnen samen met de ouders eventueel helpen zoeken. En op school en op de kinderopvang krijgen de kinderen informatie over deze speurtocht. Oké, dus als ik de kinderen van Den Ham ga vertellen dat ze mee kunnen doen met een speurtocht op zoek naar de pakjes voor pakjesavond, dan komt het allemaal goed, Sinterklaas? Dan komt het allemaal goed. Nou, dat ga ik zeker doen. En goede reis, Sinterklaas. Ik hoop u heel snel weer te kunnen zien. Dat gaan we proberen. Dag, Sinterklaas. Dag. Hebben jullie het gehoord? Sinterklaas komt wel naar Den Ham. En we hebben geen groot intochtsfeest, maar hij komt wel. En we mogen een speurtocht gaan doen. Een speurtocht naar de pakjes. Want Sinterklaas weet niet meer waar Pietje Puk de pakjes heeft verstopt. Ik ga al goed rondkijken. En ik ga meedoen met de speurtocht. Jullie ook?